Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Elise en dit is mijn creatieve YouTube kanaal Elise Dingen. Vandaag heb ik een review voor je. Ik ga namelijk deze lettertang of label maker van Action uitproberen. Ik las wat verschillende reacties online en de meeste waren niet per se positief. Dus ik wil het heel graag zelf proberen, zelf ondervinden en vandaag ga ik dat samen met jou doen. Ik ben heel benieuwd hoe deze werkt en of die goed werkt. Want toen ik deelde op Instagram dat ik deze ging uittesten, kreeg ik van jullie al heel veel reacties dat die bij veel mensen toch net niet helemaal werkt. Of ze krijgen bijvoorbeeld de vulling er niet in, of sommige letters schijnen die te doen. Dus ik ben heel benieuwd wat ons vandaag te wachten staat. Ik heb hem gekocht samen met de navulverpakkingen die ik kon vinden. En wat me opviel is dat hier bijvoorbeeld een zwarte vulling bij zit, maar dat er in mijn winkel geen enkele zwarte navulling was. Misschien is dat toevallig zo, dat het in mijn filiaal niet zo is en in een ander filiaal wel. Maar ik kon het niet vinden. Nou vind ik dat niet erg, want deze pastelkleuren vind ik veel leuker. Maar mocht je dat dus wel willen, ja, dan is het een beetje jammer dat je een hele nieuwe labelmaker moet kopen, puur om de zwarte vulling. Overigens nam ik deze mee voor €3,99 en de navulling voor 99 cent per stuk. Nou, genoeg gekletst, laten we maar eens uitproberen. Op de achterkant zie je instructies over hoe het zou moeten werken en ook hoe je hem moet vullen, geloof ik. Ja, dat zie je ook. Dus dat ga ik gewoon eens uitproberen. Ik ben ontzettend slecht in instructies volgen, dus ik ben heel benieuwd of het lukt. Als ik het kan, weet ik zeker dat jij het ook kan. Die garantie heb je. Hier staat zachtjes drukken op handvat is spatie en hard drukken zijn de letters drukken. Dus je moet in de tang knijpen, wil je dus tekst gaan maken. We maken hem gewoon open, we proberen het eerst op zwart en daarna ga ik een van deze kleuren proberen. Op de vulling zie je hier ook start staan, dus hier moet het labelrolletje uitkomen. Je kunt het rolletje er heel makkelijk uittrekken. Dat valt gelukkig mee. En als ik het goed zie, dan moet hij hier erin. Dat gaat nog niet helemaal soepel. Wat ik van het plaatje begrijp is dat hij achter het tandwiel langs moet. Maar dat krijg ik niet helemaal voor elkaar. Waar ik tegenaan loop is dat dingetje hier. Dus ik krijg hem wel zo, maar dan blijft hij daar achter zitten. Of ik kan hem een beetje schuin achter het tandwiel schuiven. Maar ja, dan krijg ik hem niet op de plek waar ik hem wil hebben, namelijk hier. Ik kreeg het zelf niet voor elkaar, maar gelukkig is er een QR-code op de verpakking waarmee je bij een filmpje terechtkomt die je uitlegt hoe het werkt. Dus die ga ik nu eens kijken. Oké, wat volgens mij in het filmpje gebeurt, is dat ze hem tot hier erin zetten en dan gewoon een aantal keer die spatieknop doen. Kijk, dan gaat hij er wel doorheen. Oh, begeleid hem wel goed, want bij mij gaat hij dus meteen al scheef. Dat zegt heel veel over mij, geloof me. Dit doen we nog een keer. En eigenlijk kun je hem er met elk klikje makkelijk doorheen begeleiden. Oké, zo moet hij er dus in. Toch wel fijn dat ze die QR-code erbij hebben gedaan. En als ik het dan goed begrijp, dan hang ik het resterende tape hierin. Ondertussen is onze kat Voske er ook bijgekomen. Het labeltje dat zit dus, of het labelspul, het rolletje label, zit in een verpakking die je hierin kunt schuiven. Dus dan zit hij er zo omheen. En zo zou die dan moeten werken. Als ik het goed begrijp, is dit een extra setje met een ander lettertype en hoort dit erbij om de letters te kunnen zetten. Dus deze hebben we nu niet nodig. Die leg ik even aan de kant. En hiermee kunnen we nu een tekst gaan maken. Dus ik ga gewoon eens kijken of ik Elise dingen kan opschrijven. En het streepje hieronder geeft aan welke letter er nu aan de beurt is. Nu is dat het getal 9, maar Elise begint dus met een E. Dus we schuiven door naar de E. Dan klikken we heel hard. En als het goed is, heeft hij de E nu in het label gezet. Dan gaan we door naar de L. Weer heel hard drukken. Dat was de L. Nou moet je volgens mij doordraaien. Oh, het lijkt wel alsof ik terug kan draaien. Nou, dan probeer ik dat maar. Voor de I, de S. En als het terugdraaien niet werkt, dan weet ik dat ik de volgende keer dus moet doordraaien. Oeh, dat klonk wel alsof het niet helemaal de bedoeling was. Elise, de. Terug naar de I. En G.
Nee. Nee, dat terugdraaien is volgens mij geen goed idee als ik het zo voel. Nou, Elise dingen. En dan zouden we nu met hele zachte kneepjes een soort spatie moeten krijgen. Ja, ik was al een beetje bang dat dit zou gebeuren. Ik ging heel eigenwijs terugdraaien, maar je kunt dus alleen maar doordraaien. Dus ook al moet je bijvoorbeeld de B hebben en je staat op de C, dan moet je het hele rondje maken tot je weer bij de B bent. Je kunt niet even eentje terug, want dan gaan al die letters dus over elkaar heen. Ik was er al bang voor, maar nu weten we dus zeker dat het zo werkt. Nou, dan knippen we dit stukje er gewoon even af. Zo. Proberen we het nog een keertje. Ik hoop ook niet dat ik hem kapot heb gemaakt doordat ik de eerste keer zo eigenwijs deed. En ik weet dat Hema ooit ook zo'n labelmaker heeft gehad. Maar die ben ik destijds misgelopen en ik weet niet of die er nu nog is. En daar hebben we weer een E. Dan schijnt een spatie schijnt zachtjes te drukken zijn. Dus ik probeer gewoon zachtjes te drukken. Hopelijk heb ik nu een spatie gemaakt. Misschien moet je ook wel een heel klein beetje trekken. En dan gaan we kijken of we dingen op kunnen schrijven. Zo, en dat was het. Het baat me een beetje zorgen dat ik nog niet echt iets zie. Oh jee. Hij heeft weer alles op één plek gezet. Maar je zou zeggen dat ik het dit keer goed heb gedaan, toch? Drie keer scheepsrecht, toch? Ik probeer het nog één keer. En ik probeer echt wel een beetje kracht te zetten. Hij wil die niet zo goed doordraaien. Dus misschien moet ik het nog een keer proberen. Oké, ik hou het even bij Elise. Want ik bedenk me, misschien moet ik ook wel na elke letter een spatie doen. Eens kijken. Oké. Dit ging bijna goed. Ik denk dat dit de beste optie tot nu toe is. Maar ik snap ook wel waarom mensen zeggen dat dit niet helemaal een soepel apparaat is. Ik knijp heel hard voor de E. En dan half voor een spatie. Gaan we door naar de L. Heel hard. En half voor een soort spatie. Bijna. De laatste E en de S zijn op dezelfde plaats gegaan. Echt lastig om hem goed te krijgen, omdat je ook net niet helemaal kunt voelen wanneer je het nou goed hebt gedaan of niet. Dat is wel echt heel erg jammer. Blijkbaar heb ik nu wel een E gezet. Ik wil zo graag dat dit werkt. Ik ga het nog één keer proberen. En af en toe dan zie je hem wel zelf een beetje verspringen. Ja, zoals nu. Misschien zat de vulling er dan toch niet zo goed in. Eén ding is wel zeker, je moet dit echt met beleid doen. Oké, ik denk... Ja! Het is gelukt! Nee, het ging niet super soepel. Maar als je het eenmaal een beetje door hebt, dan is het dus wel mogelijk. Die laatste E, die zit wat dicht op de S. En ik merkte dat dat kwam, omdat ik doordraaide en toen bijna bij de F was en gauw een beetje terugging naar de E. Maar ja, dan gaat het rolletje dus ook een beetje terug. En dat werkt dus niet. Dus twijfel je of die wel goed... zeg maar klik op de volgende letter staat, maak dan gewoon een nieuw rondje. Dan weet je het in ieder geval zeker. Oké, het is toch gelukt. Ik ga eens kijken of ik wat verschillende labeltjes voor verschillende creatieve materialen kan maken. Wat me opvalt is elke keer als het goed gaat, dan hoor je een klik nadat je een letter hebt gezet. Eens kijken of ik hem nu ook kan laten horen. Nou, nu hoor ik hem niet. Die bedoelde ik, die klik. En dan zie je hem ook echt een beetje verspringen. En als ik nou eens kijk, ik trek hem gewoon een beetje door. Kijk, dit is gewoon helemaal gelukt. En dit heb ik gewoon meteen na die vorige tekst gemaakt. Dus dit lukt gewoon in één keer. Zelfs de spatie is gelukt. Want bij de spatie hoor je dus geen klik. Dus het is een beetje gokken of je het goed hebt gedaan. Maar zo te zien is hij gelukt. Ik ben echt een beetje verrast, want ik lees eigenlijk alleen maar negatieve reacties over dit ding. En ja, het gaat niet helemaal soepel. Je moet best wat kracht geven, maar het lukt wel. Tof. En waar ik nu ook benieuwd naar ben, is of dit ook sticker is. Of je de achterkant eraf kunt halen. Dus ik knip dit er even af en dan gaan we even kijken of dat zo is. Ja, ik vind deze wel leuk gelukt, dus die houd ik even apart.
Want wie weet lukt het straks niet meer. Maar ik ga eens kijken of ik deze achterkant er dus af krijg. Ja, volgens mij wel. Oh, en dan kun je hem gewoon meteen opplakken. Wat handig. Ik was er eigenlijk van uitgegaan dat je gewoon dubbelzijdig tape nog nodig had. Maar je kunt dus gewoon je label daadwerkelijk opplakken. Nou, ik ben helemaal blij verrast. Maar vooral ook omdat ik eigenlijk best wel veel negatieve reacties las. Over letters die het niet deden of dat die spatie moeizaam ging. Maar als je eenmaal een beetje door hebt hoe het werkt en het een beetje loopt, dan lukt het volgens mij prima. En om te kijken of dat echt zo is, maak ik er nog een paar. Wie weet dat ik gewoon geluk zo net. Wat wel nog even goed is om te realiseren is, dit zijn hoofdletters en die andere heeft kleine letters. Ik laat los. Ik kies ervoor om gewoon alles in hoofdletters te doen. Want dat wisselen voor een hoofdletter en een kleine letter, volgens mij is dat niet zo succesvol. Volgens mij moet je dat niet willen. Op de achterkant van de verpakking staat ook dat je eigenlijk zo min mogelijk het apparaat uit elkaar moet halen. En ik kan me dat goed voorstellen dat dat gewoon niet handig is. Want dan wordt hij niet soepeler van. Als hij eenmaal werkt, zou ik het lekker zo laten. Dus ik gebruik gewoon altijd die hoofdletters. Dus ja, leuk dat die andere optie er is. Maar ja, je kan niet makkelijk variëren. Dat is dus wel even de goede om te onthouden. Daar was die klik weer. Dus als je dat hoort, zit het sowieso goed. En je ziet hem ook een beetje verspringen naar die klik. Dus je ziet eigenlijk ook dat die letter gezet is en dat die weer doorgaat. Ja, en als je nou afvraagt, kijk ik naar een review of naar een slapende kat? Beide. Kijk, nu draaide ik hem iets te ver door en ik kan wel terug naar die i, maar ik weet niet zeker of dat goed gaat. Dus dan draai ik hem liever gewoon even nog een keertje. Ik heb geprobeerd washi tape te schrijven. En deze is wel weer iets minder mooi geworden. De i en de spatie, dat ging een beetje tegelijk. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ik denk dus dat je in plaats van spatie ook best gewoon kort een beetje kunt trekken. Dan gaat hij ook een stukje vooruit. Dus als je het er niet op wil gokken, dan zou ik gewoon dat doen. En wanneer hij dus net niet helemaal goed doordraait, dan zie je dus ook dat letters een beetje, ja, wat dichter tegen elkaar aan gaan staan. En je wil natuurlijk liever dat het zo staat zoals bij tape. Ik heb het nu nog eens geprobeerd. Het wil wel beter, maar je ziet dus wel dat sommige letters alsnog vrij dicht tegen elkaar aanstaan. Ja, tot slot wil ik toch nog ook even een andere kleur proberen. En Voske, jij mag kiezen welke kleur het dan wordt. Oké, die is het. Dan gaan we voor lichtblauw. Ik ben benieuwd of je dit er een beetje makkelijk uit kan halen. Ja, dat gaat heel soepel gelukkig. En hij kan gewoon in het kokertje blijven zitten, want de andere kleuren, de navulling, die hebben weer hun eigen kokertje. Dus dat scheelt. Ik vind dat toch wel gemakkelijk. Eens kijken of ik nog weet hoe het werkt. Ja, nu zit hij er eigenlijk al in. Dan zetten we plastic stukje van het kokertje hier vast. Kijk, dan blijft hij gewoon zitten. Nou, dit ging een stuk soepeler dan de eerste keer. Ik maak er nu eentje met de tekst DIY Project. En ik zag een icoontje van een schaar, deze, en die ga ik tussen de woorden neerzetten. Ik hoop dat het goed ging, want het klonk niet helemaal alsof het goed ging. Ik ben bang dat hij nu een beetje blijft hangen. Ja, ik moet nog een keertje doordraaien. Ik heb het idee als je niet helemaal loslaat, nadat je een letter hebt gezet, dat je dit een beetje uit kunt trekken. Dus je drukt hem in voor een letter. En als hij dan zelf niet klikt, zie, dan kun je hem een klein beetje lichtjes aantrekken en dan laat hij alsnog los. Ik denk dat dat ook wel een truc is voor als hij dus een beetje vast lijkt te zitten. Oh! Ja, ik ben duidelijk blond. Ja, ik weet wat hier mis is gegaan. Dit is weer een typische Elise. Ik zei toch dat er een logo van een schaar was. En ik dacht, oh leuk, vind ik een leuk icoontje om in mijn tekst te hebben. En ik zag een icoontje van een schaar. Maar dat is geen icoontje, dat is daadwerkelijk een knipfunctie. Nou, goed om te weten dat die dus wel werkt. Jammer dat het geen schaaricoontje was, want die vond ik wel heel leuk bij DIY passen. Maar dat verklaart een hele hoop. Oké. Aldoende leert men, toch? Dan doe ik gewoon even een paar keer dezelfde letter. Zodat we hem hier aan kunnen trekken. En even opnieuw deze tekst kunnen maken. Ik voel me zo dom, maar het is wel heel logisch eigenlijk.
Nou, fijn dat die knipfunctie dus ook werkt. Ja, en als je blijft hangen, dan kun je dus echt dit heel voorzichtig voorzichtig aantrekken. Kijk, nu zei hij geen klik. En nu wel. Oké, dus je moet even de trucjes weten. Oké, we gebruiken dus niet die schaar. Nou ja, of misschien wel, dan kunnen we hem nu afknippen. Dan houden we het gewoon bij DIY. Dus ik gebruik de schaar. Heeft het nog niet gedaan volgens mij. Nog een keertje. Ja, werkt gewoon. Hij knipt wel aardig dichtbij af. Dus ik denk dat ik het toch liever misschien een beetje uittrek en dan zelf afknip. En dan kun je ook kiezen hoeveel ruimte je er omheen laat. Maar de functie werkt dus wel. Dus nu zou ik kunnen knippen, maar ik trek hem liever zelf een stukje aan. En dan knip ik hem zelf hier af. Werkt net zo goed. Persoonlijk vind ik het ook fijner werken dat je hier een stukje al hebt wat je vast kunt pakken. Want dan kun je hem dus een beetje aantrekken als je een spatie wil. Zachtjes indrukken is eigenlijk een spatiefunctie, maar ik merk dat dat niet altijd even makkelijk gaat en je weet gewoon niet of het gelukt is of niet. Want bij een letter hoor je een klik, maar bij een spatie hoor je niets, omdat je maar half indrukt eigenlijk. Hier heb ik dus ook geprobeerd een spatie te maken tussen art en journal, maar zoals je ziet is dat dus niet gelukt. Dus ik zou ervoor kiezen om hem gewoon een klein stukje aan te trekken in plaats van de spatiefunctie te proberen, want ja, soms werkt hij wel. En soms ook niet. Hier had ik het bijvoorbeeld ook geprobeerd. En daar is het wel gelukt tussen stationery en lover. Maar ja, je hebt dus geen garantie. Je weet eigenlijk niet of het gelukt is of niet. Dus dan zou ik hem gewoon een stukje aantrekken. Dat werkt namelijk ook. Nou, dan zetten Voske en ik tenslotte alles nog even op een rijtje. Deze tang met zwarte vulling, die koop je dus voor €3,99. Daar zit ook nog een ander lettertype bij. En de knopjes die de letters eigenlijk indrukken, die zitten daarbij. Leuk, maar ik zou het niet tussendoor wisselen. Dus ben je met een woord bezig, wissel het niet. Dat gaat volgens mij de boel niet soepeler maken en levert vooral frustratie op. Dus ik zou kiezen of je alles in kleine letters of in hoofdletters wilt. Ik ga dan voor hoofdletters. Dus leuk dat die functie er is, niet super handig. Wat me ook opvalt trouwens is dat hier ook nog een hashtag en een apenstaartje en zo op staan. Die heb je hier niet. Ja, ik zou kiezen niet tijdens een woord wisselen. Je zou het eventueel wel kunnen wisselen als je niet bezig bent met een label maken. Dat laat ik aan jou over. Ik houd hem op hoofdletters. Wat ik ook heel erg leuk vind is dat er dus kleuren beschikbaar zijn die je ook als vulling kunt gebruiken. Die zijn 99 cent per pakje en dan heb je dus 2 stuks. Wat ik handig vind is dat je het label wat je nog niet gebruikt hebt, dat je die gewoon vast kunt zetten aan je labelmaker. Dus het hangt er ook niet onhandig bij. Het zit er gewoon aan vast. Dat vind ik heel erg prettig. En ja, het is even prutsen met hoe die nou precies werkt en hoe het nou gaat. Maar als je het eenmaal door hebt, vind ik hem heel erg leuk. En vind ik hem niet heel ingewikkeld. Je moet wel een beetje een geduldig persoon zijn. Als je het meteen strak en mooi wilt hebben, kun je denk ik beter een professionele labelmaker kopen. Maar als je gewoon geduldig bent en ja, je hebt even tijd om dit onder de vingers te krijgen. Of in de vingers te krijgen, onder de knie te krijgen. Dan is hij volgens mij best wel prima. En ik ben met mezelf lang niet altijd een geduldig persoon. Mij is het ook gelukt. Die spatieknop, die zou ik vergeten. Ik zou gewoon het label een klein stukje aantrekken als je een beetje spatie wil. En wat ik dus heel erg leuk vind, is dat de labels plakken. Dus je hebt niks nodig om ze ergens op te plakken. Wat ik nog niet getest heb, is hoe goed het blijft zitten. Ik heb hier dus zo'n label. En ik plak het even op de verpakking. Gewoon om te kijken, blijft het daarop zitten? Nou, dat blijft wel aardig zitten. Krijg je het er ook af? Jawel. Maar je moet toch echt een beetje trekken om het eraf te krijgen. Nou, dat is ook goed om te weten. Dus, lang verhaal kort. Hou er rekening mee dat het in het begin even uitvinden is en dat hij niet altijd even soepel gaat. Eigenlijk moet je naar elke letter een klik horen. Hoor je dat niet? Trek dan heel voorzichtig even aan dat stukje wat je in moet klikken. Ik merk dat hij dan namelijk vaak wel klikt en dat je letter dan wel gewoon op het label staat. Maar dat moet je maar net even weten. Heb je een klein budget? Lijkt het je leuk om dit uit te proberen? Dan vind ik het een aanrader. Wil je hem professioneel gebruiken of wil je hem heel veel gebruiken? Heb je geen geduld en heb je iets meer te besteden, dan zou ik kijken of je een wat professionelere variant kan vinden. Ik denk, maar dat weet ik niet zeker, dat die ook niet heel erg duur zijn.
Voor mij is het een leuke goodie en ik denk dat ik hem de komende tijd wel meer ga gebruiken. Ik hoop dat ik met deze video mijn ervaring een beetje met jou heb kunnen delen. En hopelijk heb ik je misschien een beetje kunnen inspireren of informeren. Mocht je nou nog vragen hebben, laat ze gerust achter in een reactie hier beneden. En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Hopelijk zie ik je snel weer terug bij een van mijn andere video's. Wil je die nou niet missen? Abonneren is gratis. En als je dan op het belletje klikt, krijg je een melding als ik een nieuwe video heb geplaatst. Of wanneer ik live ben. En mocht je Instagram hebben, ook daar kun je me volgen op @elisedingen. Hopelijk tot snel. Doeg!